Leuk dat je op deze video hebt geklikt. Je hebt weer geklikt op een nieuwe Guest Geek. Guest Geek is een item waarin wij jou de mogelijkheid geven om op ons platform een video uit te zenden. En dat mag van alles zijn. Ben je het niet eens met een van onze reviews? Ben je het niet eens met een van onze stellingen in een podcast? Heb je zelf zoiets van, ja, dat reviewen dat jullie doen, ja, dat is leuk, maar dat kan ik beter. Ben je gewoon heel origineel en heb je zoiets van, ik heb gewoon een tof item waarvan ik denk dat het past bij Gaming Geeks? Stuur het gewoon op naar vincent@gaminggeeks.nl. Dan gaan wij kijken naar die content. En wie weet krijg jij dan, net als Remco, die we zo meteen gaan zien, ook wel een plaatsje op ons kanaal. En wees niet bang, just do it. Hey guys, en welkom bij Away... Oh nee, wacht. Welkom bij Gamer Geeks. Ik ben Remco van het kanaal Away From Keyboard. En vandaag wil ik een kijkje nemen naar of Cadence of Hyrule Crypt of the NecroDancer featuring The Legend of Zelda voor de Nintendo Switch de moeite waard is om te spelen. Hoe maak je Remco blij? Ja, dat kan je natuurlijk helemaal niet weten. Ik stel maar immers echt net voor. Maar ik zal het je vertellen. Door dit jaar niet één, maar zelfs twee Zelda games uit te brengen. Link's Awakening staat gepland om later dit jaar uit te komen. Maar in de tussentijd hebben we een zoethoudertje gekregen in de vorm van Cadence of Hyrule. Cadence of Hyrule is een indie action adventure rhythm roguelike game. En dat is net als de volledige titel een flinke mond vol. De game is ontwikkeld door Brace Yourself Games voor de Nintendo Switch. Het is een crossover tussen de indie game Crypt of the NecroDancer en The Legend of Zelda. Wat dus wil zeggen dat het beide gamewerelden samenbrengt. Met een sausje van Zelda graphics en de game mechanics uit Crypt of the NecroDancer. Het is bijzonder dat de wereld van Zelda hierbij uitgeleend wordt aan een andere studio dan Nintendo. Zeker na de geflopte CDI games. De ontwikkelaars zijn brutaal genoeg geweest om gewoon aan Nintendo te vragen of zij Zelda mochten verwerken in hun game. En gek genoeg kregen zij hier toestemming voor. Voor diegenen die niet bekend zijn met de mechanics van Crypt of the NecroDancer, in spellen als Zelda heb je alle bewegingsvrijheid en kan je vaak gaan en staan waar je wilt. In Crypt of the NecroDancer daarentegen beweeg je op een grid op het ritme van de beat van de muziek. Cadence of Hyrule zit dan ook vol met awesome remixes van bekende Zelda tunes. Wanneer je een beat mist, raak je jouw combo kwijt en daarbij de extra damage, de stay on beat. In het begin moest ik even wennen aan deze nieuwe controls, maar al snel heb je het ritme door en speelt de game lekker weg. Ook alle vijanden bewegen op de beat. Let dus goed op wanneer een vijand aanvalt, zodat je of op tijd kan uitwijken of je schild kan gebruiken. Net als in de Zelda games heeft Link natuurlijk weer een groot arsenaal aan wapens en items tot zijn beschikking. Sommige items die je vindt, zal je ook na het sterven nog kunnen gebruiken. Maar zoals in andere roguelike games, raak je ook bepaalde items weer kwijt. Het vervelendste is misschien nog wel dat je al je zuurverdiende roepies kwijtraakt. Gebruik deze roepies dan ook wanneer je een merchant tegenkomt. Het toffe aan de merchant is dat je hem al van verre hoort. Hij zingt namelijk mee met de awesome muziek. Dus hoor je zijn stem, dan weet je dat er misschien een muur is waar je een bom bij kan plaatsen om hem te vinden. Los van dat Link een speelbare character is, kan je ook met Zelda, Cadence en zelfs nog een vierde geheime unlockable character spelen. De verschillen tussen de speelbare characters zijn niet gigantisch. Zo heeft Zelda bijvoorbeeld een magisch spel om projectiles tegen te houden in plaats van een schild. Maar het is natuurlijk zeldzaam om in de huid van Zelda te kunnen kruipen. Dus als je de kans krijgt, omarm je deze natuurlijk gelijk. De wereld van Cadence of Hyrule wordt procedureel gegenereerd. Wat inhoudt dat elke keer als je de game speelt, de omgevingen net even anders zijn. De wereld is opgedeeld in een aantal gebieden, waaronder The Lost Woods, Gerudo Valley, Hyrule Castle en nog een aantal andere. In deze gebieden vind je in Old Zelda fashion natuurlijk weer dungeons. In deze dungeons is het de bedoeling dat je de boss key vindt, om zo de deur naar de baas te openen. Wat ik jammer vond is dat de dungeons eigenlijk net even te makkelijk waren en ik had graag wat meer puzzelelementen willen zien. Daarnaast waren ook de boss fights vaak net even te makkelijk. De patronen van een baas zijn snel te herkennen en wanneer je deze doorhebt zijn ze vaak een eitje. Ik heb zelfs met sommige standaard vijanden in de overworld meer moeite gehad dan met sommige bazen. Wat Cadence of Hyrule overigens nog leuker maakt, is om het samen met een vriend of vriendin te spelen. Wanneer een van de spelers dan doodgaat, is het namelijk nog niet gelijk einde verhaal. Je kan indien je het redt namelijk je mat reviven bij een van de Sheikah Stones.
Wat overigens wel de moeilijkheid van de game iets naar beneden brengt. De tweede speler kan een van de overige characters kiezen. Eventueel kunnen deze dan bij elke Sheikah Stone uitgewisseld worden. Helaas is het op dit moment alleen mogelijk om couch co-op te spelen en niet online. Op dit moment kost de game €24,95 en is hij alleen verkrijgbaar als digitale download in de Nintendo eShop. Wat ik, als Zelda-verzamelaar, natuurlijk erg jammer vind. Ik had graag een fysieke kopie gehad en daar zelfs graag iets extra's aan uitgegeven. Maar helaas. Dus, conclusie. Is Cadence of Hyrule de moeite waard om te spelen? Voor een indie game is Cadence of Hyrule misschien iets aan de dure kant. Maar voor een Zelda crossover game leg ik het geld daar maar al te graag voor neer. De procedurele gegenereerde wereld maakt het de moeite waard om de game, ook nadat je hem hebt uitgespeeld, nog eens op te pakken. Daarnaast is het een leuke game om samen met een van je matties te spelen. Cadence of Hyrule is voor mij niet even goed als een volwaardige Zelda game, maar wel de perfecte game om de wachttijd voor de nieuwe Zelda te overbruggen. Mochten jullie deze video leuk vinden, neem dan vooral een kijkje op mijn kanaal Away From Keyboard, waarin ik vergelijkbare video's maak, maar dan in het Engels. En daarnaast bedankt GamerGeeks voor deze mogelijkheid om mijn video te plaatsen op jullie kanaal. Vergeet natuurlijk niet een like te droppen en hopelijk zie ik jullie nog eens snel bij Away From Keyboard of GamerGeeks. Leuk dat je deze GuestGeek video hebt gekeken. Je weet nu wat je moet doen. Wil je nou nog andere content van ons zien en wil je precies weten wanneer die dropt? Abonneer dan op ons kanaal door op die knop in het midden te drukken. Check ook deze twee andere items. En ga voor meer naar www.gamergeeks.nl.